Topscorer van Telstar met 13 doelpunten is op Sportpark Zeewijk in IJmuiden aandachtig toeschouwer bij Jong Telstar Jong Haarlem. Het is de eerste wedstrijd van Melvin Holwijn sinds hij 2 maanden geleden geblesseerd raakte aan zijn knie. Is Holwijn fit, dan is hij een meerwaarde voor het elftal van Edward Metgod. Bij Melvin weten we allemaal dat hij heel doelgericht is en heel snel is. Hoewel Metgod in die periode trainer was van AZ, kent hij het verleden van de Amsterdammer, die van grote waarde was voor Telstar. Holwijn komt aansprinten in het midden. De fans ziet het goed en Holwijn maakt het af. Vindt de ruimte bij Holwijn. Averdijk is voor de goal, maar Holwijn gaat voor eigen succes. En hoe? Een prachtige treffer van Melvin Holwijn. Levant, die kijkt, ziet de ingevallen Mercimek met het hakje naar Holwijn. En Holwijn tikt hem langs Rijnbaard. En zo wint Telstar. Dit niveau weer halen is een lange weg die begint op avonden als deze. Maar het begin is er. Het gaat nu stukken beter. Ik heb nu 11 à 60 minuten meegespeeld. En ja, de bedoeling dat we steeds meer minuten gaan pakken. Dus ja, van de 70 gaan we naar de 80 en naar de 90. En zo zien we wel verder. Ja, hoe moeilijk is het om zo 8 weken langs de kant te zitten? Heel moeilijk. Het was de eerste keer in mijn leven, in mijn carrière, dat ik het heb meegemaakt. En ik hoop het nooit meer mee te maken en ik wens het op niemand toe. Want je bent toch je bent een voetbaldier, liefhebber. Dus ja, dan sta je stil 2 maanden. Dat is niks. Een opsteker tijdens zijn revalidatieproces was het behalen van de periodetitel vorige week tegen FC Dordrecht. Ik ben blij voor de jongens dat ze het gehaald hebben. En ik was er ook bij toevallig, niet meegespeeld, maar ik was erbij en dat is heel leuk. En heel mooi dat die jongens het hebben gehaald. En het is ook een ervaring voor de jonge jongens om na competitie mee te mogen maken. In de play-offs wil Holwijn met Gleiner Plet naast zich zijn rol weer opeisen om wellicht de stap naar de Eredivisie te maken met Telstar. Ooit zie ik dat nog eens gebeuren. Ik weet niet of het dit jaar is of 2009, maar ooit zie ik dat wel eens gebeuren, ja. Echt zonder lach? Serieus, ja. Eredivisie in de Eimond. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Maar wel met 3 spelers van Haarlem bij zich. Maar hij komt er tussendoor.